Het heeft wel echt indruk op me gemaakt. Wat de rolmodellen tot nu toe hebben verteld. Eigenlijk hoe de staat van de planeet echt is. En ondanks dat je dat wel in het nieuws ziet. En dat je er zelf misschien ook wel wat over weet. Als je dan mensen ontmoet die echt de puzzelstukjes aan elkaar hebben gelijmd. En daar een beeld van hebben gemaakt over hoe de staat van onze planeet is. Dan schrik je toch eigenlijk best wel. Want dat ziet er helemaal niet zo heel goed uit. En zoals Paul Gilding beschreef, botsen we eigenlijk met onze economie. Eigenlijk onze maatschappij botsen we op tegen de grenzen van het ecosysteem waar we op leven. En ik denk zelfs dat eigenlijk de economische crisis die we nu zien eigenlijk bijna een voorloper is van de echte economische crisis. De crisis die hij beschreef, waar we nu naartoe gaan leven. En dat we de omvang daarvan nog niet helemaal kunnen inschatten. En waarom dat is, is denk ik omdat we connectie hebben verloren met dit, met de natuur, met de aarde waarop we leven. We leven gewoon in een begrensd ecosysteem en als we daar niet goed mee omgaan, dan slaat dat ecosysteem gewoon terug. Zoals nu hier in de United States. Deze maand wordt er heat record na heat record neergezet. Er zijn floods, overstromingen. Er zijn enorme branden over de helft van Amerika. En zoals Bill McKibben ook zei, dat is wat er gebeurt als we onze economie, onze maatschappij niet in lijn brengen met de planeet waar we op leven. Maar omdat we dat niet doen, heeft dat best wel pittige consequenties. En zoals Jane Goodall zei, gedragen we ons eigenlijk als een stel chimpansees opgesloten in een kooi, in een begrensde kooi. Omdat we gewoon met zoveel mensen op deze aarde zijn. Dat we gewoon met zoveel mensen op deze aarde zijn, dat het heel moeilijk is om in lijn te leven met deze planeet. Omdat we zo die connectie zijn kwijtgeraakt. En wat Bill McKibben dus al in 1989 aankaartte, was dat eigenlijk de echte natuur, de echte wildernis, zeg maar natuur in de zin van geen invloed van de mens, dat die aan het verdwijnen was. Er is geen plek meer op aarde waar wij als mensen geen invloed meer op hebben. En we hoeven er niet eens per se te zijn, maar door de opwarming van de aarde, door alles wat wij, de CO2 in de atmosfeer, de andere gassen die vrijkomen, vervuiling, komt onze invloed echt overal. En ik ben het wel met Paul Gilding eens dat zo'n crisis misschien onvermijdelijk is. Dat we ook met al onze goede bedoelingen niet die overstap echt goed kunnen maken, nog. Ik weet ook niet hoe het eruit zou moeten zien als we in lijn leven met de planeet. Ik bedoel, ik bezoek nu een national park en ik vind het hartstikke leuk. Maar hoe we onze economie echt in lijn brengen met de aarde, met de planeet, ik zou het eigenlijk niet weten. Dus dat is een goede vraag voor de rest van mijn reis. En ik denk dat ik wel een stukje in de goede richting ben gekomen. Dat wat Paul Gilding zei over dat we gaan van oude naar nieuwe structuren.
Ik denk dat ik op zoek moet gaan naar die nieuwe structuren. Naar hoe... Stel dat die crisis er echt... Dat die er komt en dat die hard binnenkomt. Dat die onze hele maatschappij ontwricht. Dat we hopelijk de juiste keuzes zullen maken om uit die crisis te komen. Niet weer teruggaan naar business as usual en de volgende stakeholder vergadering. Maar dat we echt gewoon veranderingen gaan maken in hoe wij onze maatschappij en onze economie hebben ingericht op deze planeet. En ik ben heel benieuwd wat voor nieuwe economie en nieuwe maatschappij we dan gaan bouwen. Zoals Paul Gilding zei, kunnen we nu eigenlijk het voorbereidingswerk doen, ook als jonge mensen, om straks sneller die overgang te maken. En om eigenlijk al de structuren al een beetje op zijn plek te leggen. En al een beetje uit te zoeken van wat zou kunnen werken en wat niet. En ik denk dat wat Bill gisteren vertelde over 350.org, dat een hele interessante manier kan zijn van werken. Van samenwerken over grenzen heen, over culturen heen, gezamenlijk voor een visie, voor een gezamenlijk doel, waar iedereen achter staat, maar wel op zijn eigen manier. Ik denk dat dat wel een van de nieuwe structuren zou kunnen zijn. Ja, en verder is Bill's oplossing vooral dat we moeten teruggaan naar small, of klein, sorry. Klein. En lokaal. Dus small and local en resilient communities. Dus dat we eigenlijk moeten gaan bouwen aan weerbare communities die echt verandering in gang kunnen brengen. En ik moet zeggen dat ik daar een beetje sceptisch tegenover sta. Dan denk ik, ja hallo, ik ben een Amsterdammer. Ik vind het wel leuk, al die natuur en al die communities. Maar ik leef niet in een plattelandsgemeenschap. Ja, of dat nou echt de wereld gaat redden, dat ik meer tegen mijn buren ga praten, dat vraag ik me dan af. Maar ik moet zeggen dat hier in Vermont, ook al zijn het echt heel aparte, bijzondere mensen hier, heel aparte staat. Echt deze staat wil gewoon een leidend voorbeeld worden in Amerika over hoe die nieuwe economie eruit moet zien. Lokaal. Dus lokaal geproduceerd voedsel. Lokaal geproduceerde energie. Dus als dan die overstromingen komen en een hele staat raakt bijvoorbeeld afgesloten van de buitenwereld omdat een aantal wegen onder de modderstromen verdwijnen, dan hebben zij nog steeds hun eigen eten. En hun eigen energie. Dus op zich zit er wel wat in. Maar ik heb toch nog wel een beetje mijn twijfels. En misschien heeft dat er wel mee te maken dat ik denk van ja, de wereld is gewoon zo complex. En we staan voor zo'n grote uitdagingen. We staan gewoon voor zo'n grote uitdagingen. Dat ik eigenlijk gewoon behoefte heb aan zo'n groot masterplan. Gewoon een plan van oké, dit is het probleem en we gaan het zo oplossen. En dat we dat gewoon met z'n allen globaal gaan implementeren. En dat gewoon in 4 stappen kunnen doen bijvoorbeeld. Gewoon een aantal stappen. Gewoon een enorm masterplan voor onze planeet. Maar ja, dan is een oplossing die ik eigenlijk vind, is klein en lokaal.
En dan ben ik eigenlijk best wel een beetje sceptisch. Ik vind het eigenlijk gewoon een stomme oplossing. Het is helemaal niet cool en helemaal niet... Ja. Gaat dat nou werken? En ja, tegelijkertijd heb je die grote VN-conferenties waar men inderdaad op zoek is naar zo'n enorme oplossing. En men komt er gewoon niet uit. Het blijft een grote arena van politieke spelletjes. En niemand die gewoon echt ervoor gaat en zegt, nou jongens, kom op, we gaan er gewoon voor. We gaan dit gewoon oplossen. Iedereen blijft een beetje van, ja wel, nee, toch niet. Nou, maar die wel dan eerst. Ja, zo komen we er natuurlijk niet. Dus ja, misschien moet ik wel controleren dat dat gewoon niet heeft gewerkt. Dat mijn grote masterplan er gewoon niet gaat komen. En dat we inderdaad moeten naar small en lokaal. Maar ja, bijvoorbeeld één voorbeeld is dat iedereen dan bijvoorbeeld zijn eigen groente kan verbouwen op zijn dak. Ja, en dan denk ik echt, ja sorry jongens, maar we hebben gewoon zo'n groot probleem op deze planeet. En er zit zo'n tijdslimiet op. We moeten gewoon echt nu wat gaan doen. En dan is een van de oplossingen van, ja, ga maar groente verbouwen op je dak. Nou, dus ik verbouw nu groente op mijn dak. Het is een beetje een, ik dacht, joh, leuk grappig hobbyprojectje. Nou, de wortels zijn redelijk afgestorven. En echte groene vingers bleek ik niet te hebben. Ja, ik heb nu een paar blaadjes sla. Ik heb 2 bakken met zaadjes geplant. Voor de rest heb ik bij de Albert Heijn maar gewoon van die kant-en-klare tomatenplanten gekocht. Dus ja, ik eet wel eens tomaten ervan. Maar ja, ik bedoel... Ik koop gewoon nog steeds mijn tomaten bij de Albert Heijn. En dan heb ik er af en toe wat paar bij. Ik bedoel... Ja. Ik bedoel, dat gaat toch niet helpen? We gaan toch geen nieuwe economie, nieuwe maatschappij bouwen met een stel tomaten op je dak? Maar goed. Dus ja, op naar de volgende antwoorden.